Hello, motherfucker. What's good, Gelfam? Welkom dat jullie kijken. Wat een fantastische dag weer. Ik ga je verwelkomen op mijn kanaaltje. Het kanaaltje waarin we elke week minimaal 2 keer genieten van het leven. En beseffen dat we gek moeten doen, want we zijn al normaal genoeg. En ook vandaag is het weer zo'n dag. Mocht je mij nou voor het eerst zien, dan wil ik je ten eerste welkom heten op dit kanaal. Ten tweede wil ik je welkom heten in de Gelfam. De meest epische, meest leuke familie ever in de hele fucking universe, man! Hier is het bewijs, en hier is het bewijs, en hier nog meer bewijs, en nog meer bewijs, en nog meer bewijs, en nog allemaal bewijs over het feit dat we fucking lijp zijn, ouwe. Wat kun je, wat ga je zeggen, Dan? Dus ja, abonneer even, ouwe, op mijn kanaal. Doe even subscribe en volg ook even op Instagram. Ja, en dan ga je echt leuk leven tegemoet. Goed, let's go. Wat je zegt is dat je oké bent tegen de kijkers. Zo! Je hebt ongetwijfeld deze video aangekeken omdat de titel iets zegt over een tatoeage. Ik heb er weer één. Ik dacht, aangezien ik toch zoveel onmogelijke debiele dingen doe op YouTube, waardoor ik waarschijnlijk toch nooit meer een baan ga krijgen, dacht ik, nou, kan ik maar beter gewoon mijn hele arm vol plakken met tatoeages, toch? Dus, dat heb ik gedaan. Aanschouw! Tada! Want het is lekker op de weg. Is zo bizar! Dit is voor de mensen die het niet weten een trekker, ook wel tractor genoemd door de niet-boeren in de wereld. En wat betekent het nou? Waar staat het voor? Wat willen dit? Welkom bij Bolt Inc. Nee, ik ga straks vertellen waar het voor staat en zo, maar blijf even hangen. We gaan het eerst even ergens anders over hebben. We hebben het genoeg gehad over mij. Laten we het heel even hebben over mij. Ik moest er wel eens inkoppertje. Was te makkelijk al. Laten we het even hebben over mij. Over Calvin. Schijnbaar, ongeacht het feit dat ik hartstikke hard mijn best doe om de meest epische shit ever te maken, kunnen jullie het alleen maar over één ding hebben, namelijk mijn kapsel. Fucking hell. Like als Calvin naar de kapper moet. 113 likes. Dit kapsel is niet meer anders. Het is een bende. Dat oude kapsel mag wel weer terug. Wat heb je voor plant op je hoofd, gap? Wat bedoel je? Ga naar de kapper, man. Is wel hard nodig. Oké. Fuck. Little bitch. Nu blij? Zijn er nu blij? Ik zal even sterk overwegen om eventueel een kappertje te bezoeken. Laten we daarop houden. Trouwens, onder een video van 1000 euro stonden ook een aantal andere comments, waaronder... Doe het nog eens, dan pas zal ik je subscriben. Oké, Azar, komt goed. Maar daarnaast stonden er ook deze reacties onder. Dit is vies nagedaan als Living Bobby van New York. Deze challenge is genakt van London Hacks. De concept is kaart gestolen van gekkies. Jongens... Jongens, het spijt me dat ik jullie dromen vermorzel, maar dit idee is echt al, denk ik wel, 80.000 keer gedaan. Hè. Ik dacht, ik ga het gewoon weer in 24 uur doen. En dan op mijn eigen manier. Gekkenwerk is ook gewoon een combinatie van stuk TV en Jackass in één dag. De roast van YouTubers, het bestond al. Want Comedy Central doet het ook altijd. Zelfs in Amerika, je hebt het echt gestolen. Ik denk dat ik genoeg heb gezegd. Tot zover de comments onder mijn video's. Daarnaast is er de afgelopen periode nog meer gebeurd. Namelijk, ik was namelijk op televisie. Ja, ik stond weer achter de desk bij RTL Boulevard. Benedict! Hoezo kan je haten op een kapseltje? Kijk op mijn kapseltje. Ik heb toch een chill kapseltje hier. Ik heb ook een chille blouse aan. What the fuck? Oh ja, ik heb ook... Net pindakaas gegeten dus. Oh ja, ik heb ook nog iets gedaan. Ik heb Fortnite gespeeld met Roy. Nee! Ik moet bouwen natuurlijk. Hoe bouw ik nog maar? Nee! Shit! Oh mijn god. Hey, we zijn wel 10e geworden. Ik heb zo hard gefaald in Fortnite. In de tussentijd heb ik heel veel Fortnite gespeeld. En ik kan jullie vertellen, jazeker. Ik ben nog steeds fucking slecht. Oh ja, ik speel ook in een film. What good? Perfect. Wil jij wat drinken? Nou, ik drink eigenlijk altijd uit een glas. Nooit van de grond. What? Ik zeg, ja, ik mocht verliefd spelen op Sylvie Meis. Mocht niet weten wie Sylvie Meis is. Dit is Sylvie Meis. Hallo. Het gekke was dat ik dus die scène terugkeek. En ik zag haar. Ik dacht, wat de fuck heb ik voor Groningse accent, G? Wil jij wat drinken? Wil jij wat drinken? First movie ever. In Ibiza. With Sylvie Meis. En ik praat Gronings.
Look at how beautiful it is. Hier hebben we een Lego blokje. Hier hebben we de traker. En het leuke aan deze tattoo is dat je hem kan inkleuren. Dus je kan gewoon met stift kun je zo... Nee, dat gaan we niet doen. Ik denk niet dat dat gezond is voor mijn huid. Maar deze tracker, beter bekend als tractor, staat voor mijn leven. Het staat voor mijn geschiedenis. Het staat voor mijn jeugd op de boerderij. Waarin er één ding belangrijk was en dat is... Hard werken, motherfuckers. En er zijn mensen die als tatoeage nemen... Work hard of play harder. En ik dacht, dat kan ik ook wel doen, maar dat heeft allemaal niet zoveel zin. Ik dacht, ik wil gewoon een symbool. Een iconisch ding wat staat voor mijn tijd op de boerderij als kleine jongen. Waarin we gedrilled werden om hard te werken. Vroeger je bed uit te komen. Maakt niet uit hoeveel je gezopen hebt de avond van tevoren. Let's go, man. De koeien zijn aan het wachten. En het feit dat dat de basis is geweest voor mijn leven anno 2018. Waarin ik gelukkig ben en mooie dingen mag doen. En elke ochtend denk, fuck the shit. Wat trouwens ook leuk is tractor, de letters staan voor iets. De T staat voor tijd. De tijd die je moet hebben om jezelf te ontwikkelen. Dat duurt lang, dat gebeurt niet zomaar. Maar ook de tijd van de klok in de ochtend als je alarm gaat en je wordt wakker en je denkt, fuck it, ik moet eruit. De R van respect. Respect naar andere mensen. Respect naar je collega's, respect naar je vijanden. Je mag iemand misschien wel niet mogen, maar heb respect. De A. Van arbeid, van werken. Maakt niet uit of je ergens goed in bent of slecht in bent. Maakt niet uit of je op een of andere manier het talent hebt ontwikkeld voor iets. Je moet fucking aan het werk, vriend. Je moet aan het werk. En dat... Oké. De C van continu. Je moet continu blijven deliveren. Je moet continu denken, ik kan beter. De T van tosti. Want het is heel belangrijk dat je eet. De O van opstaan. Niet alleen opstaan in de ochtend, maar ook opstaan in het algemeen. Sta op voor waar je voor staat. Sta op voor andere mensen. Sta op. Oké. De laatste R, en dit is de belangrijkste, staat voor rapper Shores. Yeah! Let's go! Yeah! Een andere leuke update is dat ik vorige maand abonnees verloren. Op 18 september verloor ik 127 abonnees. Op 19 september verloor ik 368. Op 20 september verloor ik 81 abonnees. Op 26 september verloor ik 92 abonnees. En daarna verloor ik nog weer 28 abonnees. En je vraagt je af, Kelvin, waarom vertel ik dit? Nou, ik vertel dit om jullie even bewust te maken van het feit dat het ook in mijn leven niet elke dag als een rechte lijn omhoog gaat. Soms heb je dagen dat het minder gaat, weet je wel? En afgezien van het feit dat ik nu weer gewoon 1400 abonnees per dag erbij heb, is het wel even een reality check. Dat je denkt, oké, ik moet iets anders doen. Ik moet me meer focussen, we moeten wat... Nou, aangezien we het toch over mijn kanaal hebben, wil ik heel even duiken in waar we nu staan met het kanaal. Oké, met het Calvijn-kanaal. Wat is het? Wat is het anders dan bijvoorbeeld een jaar geleden of 5 jaar geleden? Als ik naar mijn kanaal kijk, dan merk ik dat jullie houden van de roasts. Gekke werk, dikste dealen, een week leven als, van 1.000 euro. Die dingen vinden jullie epic as fuck. Kijk, als ik nu naar YouTube in Nederland kijk in het algemeen, zijn er best wel veel kanalen, ik weet niet man, maar die een beetje, en het is geen kritiek, maar die een beetje op elkaar beginnen te lijken. Dus wat ik probeer te zeggen, is dat ik wil niet dat BuzzFeed kanaal worden, snap je? Ik wil niet dat kanaal worden waarin ik besluit om elke week gewoon te gaan zitten en te gaan reageren op 31 dingen waardoor je stopt met dingen voor je uitschuiven. Wow, een exercise ball. Wow, dat is gaaf. Een planner! Oh ja! Dat gaat werken. Een flesje met Garnier Fructis 2-in-1 van sponsor. Een wol droogbal. Ja! Dat is serieus wel handig. Dit is best wel handig. Snap je? No disrespect naar mensen die dit doen, maar ik wil het niet. Dit is niet waar ik voor heb gemaakt. Ik ben gemaakt om shit te fucking creëren. Wat ik jullie ook niet wil geven, is gewoon eigenlijk hetgeen wat elke Gerard Joling in de wereld tegenwoordig doet, namelijk vloggen. En niet dat er iets mis is met vloggen, er is niks mis mee, maar het is niet mijn ding, oké? Kijk, ik vind het leuk om dingen, verhalen met jullie te delen en om te maken. En er komt hier en daar ook wel weer een vlog, dat zeker. Ik ga weer wel dingen filmen, maar ik wil niet die guy zijn die dit doet. Hey mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Oeps, een boertje. Ik heb vandaag een heerlijk Italiaanse bol gehaald. Nou, dan gaan we er nog wat lekkers op doen. Oh, ik viel bijna over de stoel. Oh, wat stom hier zeg. Dan vraag je ongetwijfeld af, Kelvin, waarom zeg je dit allemaal tegen ons? Nou, ik ga je er wat leuks vertellen, namelijk per 1 december stop ik met YouTube. Nee, grapje.
Rustig, rustig. Nee, ik vind het leuk om jullie even mee te nemen in mijn denkwijze, oké? Dus hoe denk ik over mijn kanaal nu? Ik ben trots op wat we neer hebben gezet. Ik wil gewoon dat je elke keer als je YouTube opstart en ik heb een nieuwe video, dat je denkt... What the fuck? Holy shit! Deze guy doet het weer. Holy shit. Dat wil ik dat je denkt. What's good? Dankjewel voor het kijken. Ik hou van jullie. Abonneer op mijn kanaal. Mwah. Zie jullie snel. Hey.